Deze webcast gaat over journaalposten die je maakt als ondernemer als je goederen of diensten inkoopt. We letten hierbij in het bijzonder op de boeking van de BTW. BTW, oftewel belasting over toegevoegde waarde, ook wel omzetbelasting genoemd. In het eerste voorbeeld gaan we uit van een inkoop van goederen. De inkoopprijs exclusief BTW is 100 euro. De BTW is 21%. Wat betekent dat? Dat betekent dat je goederen inkoopt. Op de rekening staat een bedrag van 121 euro die je moet betalen. Hoe komen we daaraan? Nou, de inkoopprijs exclusief BTW is gegeven, die is 100. De BTW is altijd een percentage van de prijs ex-BTW, dus van die 100. 21% van 100 is 21, die tel je bij elkaar op, dan kom je op 121. De journaalpost. Je voorraad goederen neemt natuurlijk toe. Dus we maken de journaalpost van de ontvangst van de goederen en de ontvangst van de factuur. Die komen gelijktijdig binnen. De rekening voorraad goederen ga ik debiteren. Let op, altijd voor het bedrag exclusief BTW, dus dat is die 100. De waarde van je voorraad is 100, dat is wat je netto betaalt. Ja, je betaalt wel 121 aan je leverancier, maar omdat je 21 kunt terugvragen van de Belastingdienst, kost het jou als ondernemer eigenlijk maar 100. De rekening crediteuren, die we ook als we geen BTW hoeven te boeken, moet worden gecrediteerd om de schuld weer te geven, is altijd het bedrag inclusief BTW. Onthoud dat. Voorraad goederen ex-BTW, exclusief BTW, exclusief BTW. En het bedrag dat je boekt op de rekening crediteuren is inclusief BTW. Nou, het verschil tussen beide bedragen is natuurlijk de BTW en die wordt gedebiteerd op de rekening te vorderen omzetbelasting. Die 21 euro die kun je terugvragen van de Belastingdienst. De journaalpost is in evenwicht zoals je ook ziet, totaal debet 121, deze twee bij elkaar, is gelijk aan het totaal credit. Volgende voorbeeld. Ik heb twee printers gekocht, twee. Prijs per stuk is ex-BTW is 300. Totale bedrag ex-BTW is dan 600. De BTW gaat altijd, zoals ik net ook al zei, over het bedrag exclusief BTW. 21% van 600 is 126, dus bij elkaar 726. De journaalpost. Ik ontvang de printers en de factuur, dus er ontstaat een schuld aan de leverancier van 726. De leverancier is de crediteur, dus het wordt aan crediteuren voor 726. De rekening voorraad goederen wordt niet gebruikt. Die gebruik je alleen als je handelt in een bepaald product dat je net ingekocht hebt. Nou, als we niet handelen in printers, dan wordt het inventaris. Die printers gaan langer mee dan een jaar, dus het wordt geactiveerd, hè, wordt op de balans gezet. Er wordt geboekt voor het bedrag ex-BTW weer. Exclusief BTW. Exclusief. Dit is een L. BTW. En deze inclusief BTW. En de BTW kunnen we terugvorderen. Die wordt gedebiteerd. Totaal debet is gelijk aan het totaal credit. Het laatste voorbeeld. Een nieuwe deur. Ik koop er 1 voor 500. BTW is weer 21% van 500. Totaal is 605. De journaalpost. Huisvestingskosten voor het bedrag ex-BTW. En het bedrag dat je boekt op de rekening crediteuren is het bedrag inclusief BTW. En ook hier geldt weer debet is credit. Einde webcast.